Burgerzoo ondersteunt natuurprojecten in de hele wereld, zo ook in zuidelijk Afrika. Er zijn 36 soorten wilde katten op de wereld. Vele worden met uitsterven bedreigd. Maar dat het slecht gaat met de leeuwen en de cheetahs in Afrika is voor veel mensen nog onbekend. Simone Eckhart heeft een grote voorliefde voor deze wilde katten en probeert ze te helpen. Het is fantastisch om te zien dat Simone Eckhart op een actieve en ludieke manier aandacht vraagt voor de wilde katten in Afrika. Gepassioneerd zet zij zich voor deze dieren in. Mijn hart breekt op het moment dat iemand tegen mij zegt, kan mij het schelen dat die stomme cheetahs uitsterven. Maar ik heb op mijn laptop een foto staan van een cheetah. En elke keer, ja, het klinkt echt heel stom, maar ik kijk gewoon naar die foto en denk ik, ja, we zijn begeisterd van die dieren. En daar doen we het gewoon voor. Met ludieke acties zet Simone de spots op wilde leeuwen, cheetahs en luipaarden. In Zuid-Afrika leven nog maar 2600 leeuwen in het wild. Het leefgebied voor deze dieren wordt steeds kleiner en de boeren beschouwen ze als hun vijand. Uiteindelijk is het altijd conflict met de mens. Of ze nou wel of niet in een beschermd gebied leven. Ze breken uit, komen op het land van de boeren. Die schieten de dieren dood. Om het vee te beschermen worden er veekralen gebouwd. Grote omheiningen zorgen ervoor dat het vee geen prooi meer is voor de leeuwen. De leeuwen en cheetahs krijgen een GPS-collar, een halsband die precies doorgeeft waar het dier zich bevindt. Dagelijks worden de boeren hiervan op de hoogte gehouden. Door deze nauwe samenwerking raken de boeren betrokken bij het probleem en krijgt de leeuw een overlevingskans. Toeristen denken ook bij te dragen aan natuurbescherming door knuffelfarms te bezoeken. Knuffelfarms zijn plaatsen waar je als toerist in nabij contact kunt komen met roofdieren. Dus je kunt bijvoorbeeld met leeuwen of tijgers knuffelen, met ze op de foto. En die dieren worden systematisch gefokt. En dan wordt verteld door het project, later als ze groot zijn geworden, dan plaatsen we ze terug in de vrije natuur. Dieren die met mensen in aanraking zijn geweest, zijn tam. Die kun je nooit terugplaatsen in het wild. En het ding is, die dieren eindigen vaak in de jacht. Als je op vakantie bent en je wilt leeuwen spotten, doe dat dan op afstand. Op het moment dat je gaat knuffelen met een leeuw, dan teken je ze doodsvonnis. En dat moeten mensen wel weten. Het is echt 5 voor 12. Zeker als het op leeuwen aankomt. Over een aantal jaren zijn ze daar echt niet meer. En als ik zie de betrokkenheid van sommige mensen, dan kunnen we wel het tij keren. Dus het kan. We moeten nu echt in actie komen.